Hassan met zijn nieuwe wagen. Maar dan ga je dit dan ook nog aanpakken en zo? De receiver is er ook bij betrokken. En de camera's zullen een ander IP hebben als laatste. Is het ook dan gelijk in één keer klaar als ik alles bestel? Alleen het is wel reten duur. Het komt met bakken uit de hemel vandaag. Het is grauw. Het loopt alleen maar te zeiken, maar wij gaan niet zeiken. Pakketje. Staat op Okke en Don. Dus dan wacht ik met openmaken tot Okke er is. Ik wilde net mijn ontbijt naar binnen gaan werken. En toen zag ik daar gasten in hoogwerkers. Kijk daarachter. Ja, daar kan je denk ik net niet zien. Maar die zijn in alle bomen van de gemeente hierachter. Die hangen ze elk jaar voor met kerstverlichting. Die gaan ze nu weer doen. Super gezellig. Dus dat ziet er altijd wel heel leuk uit. Dit weer is natuurlijk perfect voor dingen die binnen moeten gebeuren. Dus vandaag gaan we dat doen. Jullie weten hoe erg ik loop te kloten met de podcast. Ik heb echt zelf geprobeerd om het allemaal te doen. Zodat ik het ook begrijp, mocht er een keer wat zijn of een error of iets, dat ik het kan oplossen, weet je wel. Je kan het maar weten. Kijk, ik ben gewoon niet bekwaam genoeg om met zulke lijpapparatuur aan de slag te gaan. Ik ben heel ver gekomen. Het enige wat me niet gelukt is, is de microfoons synchroniseren met de camera's in één programma. Het is los van elkaar en ik heb 3 camera's en die pak die als 1 op mijn computer. Dus eigenlijk zijn het 2 punten. En daarvoor heb ik Patrick geregeld via Roy. Ik moet wel even vragen of die op beeld wil. Wil je dat niet, dan moet even kijken. Maar dat is natuurlijk helemaal goed, dan respecteer ik dat. Roy kende die gozer, die heeft ons gekoppeld aan elkaar. Dus dat is super tof. En die is heel bekwaam met alles, met audiovisueel en zo. Dus ik hoop dat hij eruit gaat komen. En anders moet ik eventueel, die camera's zijn natuurlijk in bruikleen, eventueel gaan kijken of ik dan andere camera's moet regelen. Ik denk dat wel los. Deze zijn ook top. Met dat bedieningspaneel erbij. En ik lul heel veel. Dat gaan we straks wel doen. Ik hoop vandaag gewoon die podcast studio af te krijgen. Of dat ik in ieder geval weet wat ik echt moet doen om het af te krijgen. Want ik wil het af. Gewoon vooral voor mijn kop. En ik heb een fucking vet... even kijken. Toevallig nu over aan het appen geweest. Met nu bedoel ik echt 3 minuten geleden was dat. Voordat ik mijn intro begon. Even een WhatsApp groepje. Waar we dus bezig zijn met de intro en outro van de podcast. En de geluidseffecten en dergelijke. En ik ga dus vandaag of morgen ga ik de eerste voorbeelden krijgen. Van wat ik daar gekocht heb. Dus dat is super vet. En er wordt ook bij gezegd. Ik ga je eerlijk vertellen dat ik nog nooit zo enthousiast ben geweest over een project slash voorstel. Dat klinkt goed. Dat is belangrijk. Het moet van 2 kanten leuk gevonden worden. Dan is er ook meer creativiteit. Komt er een beter eindproduct. En is het chillen samenwerken. En straks even John bellen. Dat hadden we beloofd aan elkaar. Ik belde hem gisteravond, maar die was aan het super met de Jupke. Even sparren met John rondom het autoverhaal. Ik ga maar even lekker genieten van mijn ontbijt. Met een boerenchocomel. Ik ga er zo over nadenken, Don. En dan kom ik terug op terug. Is goed. Laat me weten of je het leuk vindt. En is allebei een antwoord, hè. Het is helemaal... Ja, dat is goed. Oké, okay, is goed. Ik ga even kijken wat er mee kan. Is goed, maat. Spreken we, ja? Dankjewel, maatje. Fijn weekend. Hoi, hoi. Ik heb hem een... voorstel gedaan. Het is meer een creatief idee, noem ik het zelf. Wat heel leuk kan zijn voor John en voor mij. En wat denk ik ook wel dikke content oplevert. En de receiver is er ook bij betrokken. Dus we gaan even kijken. Ontbijt zit erin. Haartjes gedaan. Klaar voor vandaag. We hebben bezoek. Hassan met zijn nieuwe wagen. Een fucking dikke 1-cirkel. Helemaal muziek. Oh, yo. Fucking dik, maat. Hahaha, gefeliciteerd, bro! Thanks, bro! Fucking Nick, je bent net opgehaald, toch? Ja, hij is vers, bro, ik haal hem net op. Kom Brian niet mee dan? Nee, Brian die, ik weet niet, kom daar. Sta ik in jouw contact als Don de John? Don de John! Ja, bro! Even een rondje rijden of? Ja, is goed! Oh, wacht, moet ik even mijn sleutels meenemen? Gaat hem rappen, zeker? Of niet? Ja, ik pak even snel mijn sleutels. Jij dat, tuurlijk! Oké, ik zat de armen op en andere sleutels mee. Gefeliciteerd, maat! Thanks, bro! Fucking dik. Ja man, fucking hij is groot. Is het nou een 1 of een 2 serie? 1 serie man. 1 serie. Het is 1.16. Fucking bij me ouwe. Het is echt... Ben je, weet je al wat je, hoe je hem gaat rappen of niet? Ja man. Ja? Ja, ik zit te twijfelen. Tussen gewoon zwart set in black. Ja? Echt dat satijnen look, weet je wel. Of grijs met zo'n sparkle van paars erin, weet je wel. Dat die in de zon zo paars wordt. Oh, met metallic en zo. Ja man. Die is dik, ja. Kijk, ik denk als je gaat rappen, ik rap altijd set in black. Het wordt op een gegeven moment gewoon een beetje saai, weet je wel. Ja. Dus ik denk dat ik gewoon voor een hele gekke kleur ga. Ja, dan moet je eigenlijk die tweede optie doen dan. Ja man. Kijk, een stralenwiel. Echt fucking vet, gast. Ja. Dat is echt, oh. Ik ben... Ja, jij reed altijd in die Honda natuurlijk. Ja man. Dit is echt een lijpe upgrade, ouwe. Een lijpe upgrade. Ja, je hebt hem sowieso verdiend. Dat 100%. Ja, man. Gaaf, maar dan ga je dit dan ook nog aanpakken en ja, zo? Dit ga ik allemaal gewoon hoogglanz zwart maken. Ja. Ja, dik hoor. Hoeveel vermogen heeft hij? Hij heeft nu 109 pk, schappelijk. Ja? Gaan we natuurlijk tunen op de zaak. En dan komt er 180 pk. En ik denk dat ik het lekker daarbij ga laten dan.
Ja, 180 pk, maat. Dat is meer dan genoeg om een sportief in te halen. Ja, dus, ja, we hebben nog een sport... sportmodus. Dynamische rijstijl. Ja. Nou. Hij is niet super snel dan hoor, maar... Hij is wel gewoon even net wat sneller in zijn 1 en 2, weet je wel. Daarna is het gewoon weer allemaal hetzelfde. Ze hebben hem ook echt super netjes afgeleverd. Hij is super schoon. En Assan heeft nu zijn winterset eronder. Dus deze gaat hij zwart spuiten, deze velgen. En dan doet hij van de zomer doet hij M-velgen eronder. Ze is super dik, een soort grijs-zwarte... Ja, ze is grijs metallic is het. Grijs metallic, ja, hij is echt vet. Simpel grijs metallic. Echt een vette bak. 18 inch velgen eronder. Die rap gaat hem al 10 keer dikker maken, man. Maar die achterlichten, bro, kijk dan. Ja, die zijn vet. Ja, ik ben echt verliefd. Echt een klein kind. Maat, die glimlach, dat is echt geweldig om te zien. We hebben even snel een bakje gedaan. Hans gaat er weer vandoor. Patrick ook met voor de deur staan. Hij heeft een big smile. Niet van oor tot oor, maar gewoon van mondhoek tot mondhoek. Hij gaat nu naar zijn broer. En nog even langs andere maten. Met trots je uitlaat. Dat is zo leuk. Ik vind het heel leuk als een ander zo blij is, weet je. Dat is echt voor Hassan heeft het echt gemanifesteerd. Die wilde gewoon een keer een goede bak kopen. De hele tijd in een gammelding. In een whoopty noemde hij het zelf. En dat is natuurlijk zo street. Dat snapt deze kaaskop niet totdat het uitgelegd wordt. Kijk, daar gaat hij. Echt maanden geleden. Toen zei hij, ja man, ik rijd in een whoopty. Misschien is het al 2 jaar geleden, zou ik niet eens meer weten. Hij reed in een hele oude Honda, die helemaal uit elkaar viel. What the fuck is een whoopty? Het is gewoon een gammelbak. Hey, yo! Hey! Parkeert nu iemand in? Hm. Ja, dat was Patrick. Een specialist, jongens. Via Roy gefixt, die is helemaal aan het kijken hoe het gaat. We moeten dus, elke camera heeft een IP-adres, die moeten we allemaal aan elkaar gaan koppelen. Dat, eigenlijk zijn ze nu alle drie gesplitst, moet dan één geheel worden, zodat je ze in je eentje... Zoals als één kan bedienen. Dat is dan op dat paneel. Dus Patrick is nu aan het kijken in OBS. Dat is waarschijnlijk niet het programma wat we gaan gebruiken. Want die is te simpel. Die is niet goed genoeg eigenlijk. Dus hij heeft deze systeem ook nog nooit gezien. Maar hij heeft letterlijk een opleiding gedaan audiovisueel. Dus we gaan het zien hoe we eruit komen. We willen het dus proberen functioneel te maken voor livestreamen en voor opnemen. Nou, opnemen gaat helemaal lukken zoals we nu zien eigenlijk op het eerste gezicht. We gaan nu even internetkabels aansluiten hier zo. Op dit bedieningspaneel met een hubje ertussen. Dus dat komt hierop uit en dat bestuurt natuurlijk dan de camera's voor zoomen, draaien, opnemen. En ze zien ze nu nog als alle drie. Maar als je ze dus allemaal een apart IP geeft en instelt, dan als het goed is moet die, als je een USB aan de zijkant erin doet, kijk die zit er nu in, moet die ze alle drie los gaan zien. En dan kan je ze gewoon natuurlijk gaan editen, dat je alles los hebt. De videosporen, de audiosporen. En dan waarschijnlijk hoef je ze niet eens op te nemen met... software, maar dan gewoon met de hardware. Toch? Dat zeg ik goed, toch? Zeker. Ja, een hardware is wel iets veiliger optie, maar we gaan kijken of dit gewoon werkt. En als dit gewoon werkt, is gewoon goed natuurlijk. Patrick heeft zelf een hele krat meegenomen. Kijk, ook een bedieningspaneel, een control. Dat is eigenlijk een soort luxere versie dan wat hier ligt. Maar we hebben net een soort testrun gedaan. Als je hem dus met hardware opneemt, ziet het er echt goed uit. De kwaliteit is gewoon zoals dat ding zegt dat die hoort te zijn. Maar al neem je het op met een programmaatje, dus met software, dan is het heel korrelig het beeld. Dus OBS is waarschijnlijk hier niet helemaal voor geschikt. Jij gaat dus nu in de browser, ga jij? Ja, we gaan ons best doen om de camera's eigenlijk te benaderen via het IP-adres. Ja, maar kijk, ik associeer IP-adres met waar ik woon. Maar wat is dit is dan de IP-adres van, hoe moet ik dat zien op zo'n camera? Wat zo'n camera eigenlijk doet, die maakt een lokaal netwerk eigenlijk aan. In dit geval via die hub die we hieronder hebben liggen. Ja. En dat kan allemaal in dezelfde reeks zitten. Dus wat we zo gaan doen is, we gaan jouw internet even omzetten naar die reeks. Alles heeft zeg maar, om even een voorbeeldje te geven. Hier zo heb je het IP, die kun je hier filmen. Kan je niet filmen zonder problemen? Ja, zeker, want het is een lokale. Dus je begint met de reeks 192.168. En in dit geval is dus 99 de controle. En de camera's zullen een ander IP hebben als laatste. Ja. Die hoeven niet per se te benoemen, maar dat kan tussen de 100 en de... 999 zijn uit mijn hoofd. En die kun je dan weer koppelen aan de browser, als het ware. Ja. Dat zou moeten werken. Oké, zo werkt het dus. Dan snap ik dat ook. Heb ik dat even op een rijtje. En ik zit gewoon eigenlijk mee te kijken met elke stap die hij zet. Zodat ik het probeer te onthouden. Zodat ik weet als er ooit iets is, dat ik zelf actie kan nemen natuurlijk. Dit is in principe één keer instellen, als het goed is. Als het goed is, ja. Goed is. Ja, dat moeten we nog maar zien. Jongens, ik vind het zo leuk. Ik ben helemaal hyped, jongen. Als we vragen hem, hebben we gewoon direct een antwoord op. En dat is gewoon geweldig.
zijn eruit hoor, alles doet het. Nou, dat is het enige eigenlijk wat ik wilde van Patrick. Ja. Ik wilde gewoon die original toeter sound wilde ik hebben. Geloof het of niet, maar we zijn er bijna helemaal uit. Kijk, ja, dan zie ik mezelf. Ik film nu mezelf, dat ik mezelf film, maar dan van achter. Patrick heeft het gewoon gefixt. Hij heeft het gewoon gefixt, jongens. Er zijn maar een paar kleine aanpassingen. Dat is dat we twee goede studiolampen moeten hebben. Eén voor bij die camera en één voor bij die camera. Dus dat je echt goede belichting hebt. Want je hebt natuurlijk best wel wat tegenlicht van die panelen. Van die led achter die panelen. Mic-arm. Ja, mic-arm, ja, dat was het. Ja. Twee andere mic-arms. Dus twee nieuwe armen, deze en die moeten vervangen worden. Want die zijn gewoon te opzichtig in het shot. Wat ook, kijk, als je de baan volgt. Zie je dat? Deze arm zit voor het gezicht van die persoon. Dus we gaan twee nieuwe armen die heel laag zijn. Je kan ook eventueel steunen doen, maar dat gaan we niet doen. Waarschijnlijk armen. Dus ja, Patrick is nu bezig met alle kleuren. Met ruis. Eigenlijk kijken of deze camera's helemaal geschikt zijn. En wij denken van wel. Patrick heeft ook een collega gebeld net. Die heeft ook nog geholpen met afstandsbediening. Dus met TeamViewer. Nou jongens, het is wat. Ik heb alleen maar meegekeken in de hoop dat ik alles onthoud. En dat ik ook leer. Nou, dat heb ik zeker gedaan. Ik zal vast niet alles onthouden, maar fundamenteel zit het goed. Het is gewoon bijna klaar. Ik kan het gewoon niet geloven. Ik zeg net tegen Patrick, het is een droom die uitkomt. Kijk nou toch. Geweldig. Geweldig. We hebben hier natuurlijk die lelijke lekkage. Die komt Bink overmorgen fixen. Dus dat is ook allemaal yo. De eerste echte testopname van vandaag. Ik ga hier zo zitten. Gaan we kijken of die doet. En als de testopname slaagt, gaan jullie die nu in beeld zien. Dames en heren, welkom bij de eerste test. Kan jij hem iets zachter zetten? Dat geluid voor mij. Oké, dus wat we nu doen is met een micro SD de audio opnemen. Met een USB nemen we de... Zeg ik dat goed met de USB of doen we hem direct op mijn computer nu? Video is direct op de computer nu. Je kan kiezen met USB of direct op de computer. Maakt niet uit, het moet ergens opgeslagen worden. Dus dat doen we nu. Ja, dit is de eerste test. Dit is om te kijken of het werkt, of het het doet. Hij gaat nu even wat inzoomen op mij. Ik kan dat zelf natuurlijk niet zien. Maar mocht je het leuk vinden, kan je alvast ook abonneren op mijn podcastkanaal. Dat staat gewoon bovenaan in mijn beschrijving. Ik heb nog geen profielfoto, nog geen banner. Dus er staat nog geen reet op. Maar je kan het alvast doen, want die eerste aflevering is onvermijdelijk. Die gaat er toch een keer komen. We gaan dus even de lampen testen, de LED. Om te kijken of je een piep hoort. Want die zit dus op dezelfde groep. En te dichtbij met de kabels. Nou ja, in ieder geval, ik denk dat je nu een piep gaat horen. Ik hoor in ieder geval een piep. Niet hard, maar hij is wel aanwezig. Maar ik weet niet of je dat hoort op de opname. Maar wel in je koptelefoon in ieder geval. Patrick is nog bezig met alle kleuren, met alle instellingen. Dus het is ook sowieso niet de definitieve kwaliteit van de camera. Maar het is wel gewoon goed om even de eerste test te doen natuurlijk. Kijk, ja, ik hoor een piep. Oké, nog even een snel klein testje. En dit keer met 4K resolutie. Wel via een programma waarvan ik twijfel of die het aan kan. Maar we gaan het zien. En jullie nu ook. Zijn we weer. Met een intro song. Ik heb dit zoveel gehoord vandaag. Ik ga hier gewoon mee wakker worden morgen. Zei ik net ook al tegen Patrick. Maar dit is dus in ieder geval een 4K. We hebben nu net weer overlegd. Misschien moet ik gewoon duurdere camera's aanschaffen met een apart bedieningspaneel. Dan werkt het sowieso allemaal in één keer. Ik heb liever duurkoop, want ja, goedkoop is duurkoop. Dus je kan beter gewoon puur duurkoop hebben. Ja, het is helemaal lastig jongens. Maar weet je, we blijven testen en zo kom je het verst. En als je iets wil, ja, dan moet je door blijven al natuurlijk. Oké, nou dit was weer een goede test. Het programma kan het niet aan. Daardoor hoorde je me een soort dubbel en stotteren. Dus ja, Patrick die weet sowieso een setup die gaat werken. Alleen het probleem is, wat werkt is duur. Zijn er alternatieven die ook makkelijk te bedienen zijn? Iets anders dan dit, iets bekends voor jou wat je zegt van nou, dat is ook gewoon goede kwaliteit. Nou, niet per se waar ik mee gewerkt heb. Nee, maar wel iets waarvan je af weet, waar ik me in kan verdiepen? Weinig, dan zou ik mezelf eerst ook even in moeten verdiepen. Oké. Okay. Oh, mag ik voor mezelf spreken? Zijn mijn hersenen helemaal gefrituurd? En ik denk die van Patrick nog erger. Patrick is naar huis, serieus jongens. Geweldige kerel, want hij heeft me echt heel veel duidelijkheid gegeven en geleerd vandaag. Ik ga voor een heel andere aanpak.
Eentje waarvan ik zeker weet dat het gaat werken. Dus dat betekent 3 nieuwe camera's. Ik ga het ook anders doen, met micro SD's waarschijnlijk. En ik denk dat ik gewoon audio en beeld apart van elkaar ga opnemen. En dat gewoon dan los zelf synchroniseer in het editwerk. Want als ik daarover na ga denken, geeft dat heel veel voordelen überhaupt. Zo'n dag als vandaag, dan leer je gewoon weer. Ik had hier iemand die echt gewoon super goed weet wat hij doet. En die had er echt moeite mee. En toen vroeg ik ook aan hem, wat is jouw advies? Ik denk persoonlijk dat we dit moeten doen. Zei hij gelijk, ja. Ik zag het al aan zijn gezicht. En wel super tof dat ik die camera's natuurlijk in bruikleen heb mogen hebben. Om te kijken of ze eventueel wilden kopen. Maar in dit geval voor mij is het niet geschikt. Ik denk dat het voor andere dingen wel geschikt zou zijn. Maar in dit geval is het gewoon niet geschikt. Om het te koppelen met het audiosysteem en de computer. Nu ik weet wat ik wel moet doen. Is het ook dan gelijk in één keer klaar. Als ik alles bestel. Alleen dan is het wel rete duur. Dus we hebben meerdere opties qua camera's. We moeten alleen even kijken welke het beste zijn. Qua prijs, kwaliteit, verhouding. Zo blijf je natuurlijk maar kutten met die podcast. En ik kan er ook voor kiezen om het niet aan jullie te laten zien. Maar ja, dit hoort ook gewoon bij mijn dagelijks leven die ik film. Helemaal nu ik nog steeds natuurlijk nog niet heel veel kan. Juist de goede periode om dit dan af te maken. Maar het duurt gewoon eeuwig. Dat is de conclusie. En elke keer probeer ik er korte metten mee te maken. Maar het lukt gewoon niet. Maar het gaat wel lukken. Ik geef niet op. Het gaat werken. En goed ook. Alles naartoe boren. Die camera's die hebben hier zo lang gestaan. Omdat we er gewoon maar niet uitkwamen hoe we het konden koppelen, weet je. En als ik zelfs zo'n kerel heb, nou, ik voel me bijna een soort schuldig voor dat bedrijf die camera's heeft uitgeleend. Kijk, ze krijgen ze gewoon terug en hebben ze zelf in bruikleen. Ze hebben de camera's in bruikleen. Zo! Ze hebben zelf aan mij de camera's in bruikleen gegeven. Maar alsnog, ik voel dat een soort schuldig. Ze staan hier al zo lang. Waarschijnlijk verwachten ze dat ik het koop, maar ja. Je kan niet vanwege iemands verwachting. Ik snap het. Oké, gelijk actie ondernomen wat ik al kon doen. Even wat dingetjes besteld. 2 nieuwe armen. 2 nieuwe SSD's. 3,5 naar 6.3 jack adapter. Een extra koptelefoon. Camera's weet ik nog niet. Dat moet ik echt even uitzoeken. Ik heb er wel een paar in gedachten. Maar het gaat over de record limit. Dus recording limit moet ik dan zeggen. Heel raar werkt dat met belastingen. Als je dus langer dan 30 minuten wil opnemen. Zonder dat die automatisch stopt een camera. Betaal je er meer voor. Zit er meer belasting op. Wisten jullie dat? Dat is een regel van de EU. What the fuck? Het is raar dat ik nog opkijk van dat soort belastingen. Maar je snapt het. Het is gewoon. What the fuck? 2 studiolampen. Die wacht ik even op Patrick's advies af. Die moeten dan ook nog hebben en dan gewoon actie. We blijven gewoon tempo erop zetten. En ik heb de voorstellen gehad. Ik ga het nog niet jullie laten zien, want er moet nog veel bijgeschaafd worden. Maar het gaat wel heel gaaf worden. Echt vet. Ik vind het een gevalletje Poolse toestand. Een Poolse toestand. Onoorlijkheid, wildheid, hardheid en ruwheid zijn de termen die men met Pools verbindt. Waar het Pools toe gaat, is iets terug te vinden van de karakteristieke een Poolse toestand. Nog nooit van gehoord. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga lekker tot morgen om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dan tot de volgende video. Later, toppers. En deze moet gefixt worden. Want deze, daar komt geen geluid doorheen.